Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij. Oeh, voel je het al? Ja, ja, Maker Faire Gent, kom dichterbij. Wat zeg ik? Maker Faire Gent is er bijna. Dit weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, in Gent, in de Chinastraat. Maker Faire. Oeh, en nu heb ik al 4 keer Maker Faire gezegd. Of wat zeg ik? 3 keer. Ondertussen al 5 keer Maker Faire gezegd. Ja, ik ben een promobeest. Dat betekent dus dat dit ding klaar moet. Ja, tegen vrijdag moet de megafoon van God shinen op de nocturne van Maker Faire Gent. En er is nog behoorlijk wat werk. Hè. Dat moet hier geschilderd worden. De randen moeten vernist worden. Ondertussen zijn ze mij aan het bellen. Maar ik kan niet opnemen, want ik ben tegen jullie bezig. Ja, de robotzaag moet ook nog van alles doen. Schilderen, robotzagen en nu mijn telefoon opnemen. Druk, 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 druk. Hallo. Ja, en ik hoor het jullie wel denken. Nee, allee Henk, is dat nu nog niet klaar, die megafoon van God? Hoeveel werk kan dat zijn? Ja, maar ik heb ondertussen niet stilgezeten. Hè. Allee, ik niet alleen. Heel veel mensen hebben niet stilgezeten. Dit weekend hebben we verder gebouwd aan Maker Faire Gent. Ik toon u ondertussen een aantal beelden van de Chinastraat, waar we dus volop bezig zijn met de opbouw. Het ziet er gezellig uit, het wordt fantastisch. Koop tickets, kom langs. Link hieronder naar Maker Faire Gent. Ja, promo! Terwijl de eerste verf- en vernislaag drogen, begin ik nu aan het kostuum. Ja, want er is ook een kostuum bij de megafoon van God. Want ik heb een ganse ceremonie bedacht rond het praten met God. En daar hoort natuurlijk een heel mooi kostuum bij. Een kostuum, denk aan hoe zou het eruit zien als NASA aan religie zou doen. Zo'n kostuum. Het is een witte overal en daar komen van alle logo's op die ik ontworpen heb. En die logo's die ga ik erop zetten met de cricket. Voor mijn, of een kostuum beter gezegd, voor mijn megafoon van God ceremonie. Super cool, hè? Check dat hier, mijn naam erop, hier een logootje, want we hebben de bliksem in de hand en natuurlijk het God hoort u, hier vloekt men niet en natuurlijk ook dit hier, hè? Zie je dat? Cool, hè? Ik heb van die strijklogo's laten maken van wat is dat? Van wat is dat? Dat is van de kabouter, hè? Ja. Ik heb van die coole strijklogootjes laten maken. Dacht, dat past er wel bij. En misschien komt dat ooit te koop. Ik weet dat niet. Zijn er mensen die daar interesse in hebben? Een kabouterding. Er komt nog een Hans verhaal rond. Eigenlijk mag ik dit nog niet spoilen. Nee, maar heb niks gezien.
Oké, dat was het voor deze week. Het is misschien een beetje een korte video, dat weet ik niet. Ik kan het super moeilijk inschatten, want ik heb heel veel dingen ertussen gedaan. Maar ik hoop dat je het leuk vond. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En ik zie je dit weekend op de Maker Faire. Maker Faire. Voilà, ik heb het nog eens gezegd. Hieronder de link als je tickets wilt kopen. En als je de megafoon van God in zijn volle glorie wilt zien. Haha, tot dit weekend. Yo!